Sinds eind vorig jaar zijn ze dan eindelijk ook in Nederland te koop, de Echo speakers van Amazon. Hebben we hiermee dan eindelijk concurrentie voor Google? Amazon was ooit de eerste die met smart speakers kwam, maar niet in Nederland. Want terwijl ze druk bezig waren in Duitsland, Amerika en andere plekken, was het Google dat intussen hier voet aan de grond kreeg. Maar nu intussen is Amazon ook in Nederland neergestreken en kun je hier hun Echo speakers kopen. Erik, wat hebben ze eigenlijk in die tussentijd allemaal gedaan dan, voordat ze hier in Nederland konden komen? Ja, wat je al zei, heel groot worden in andere landen. En misschien heel goed om even te zeggen, de dienst van Amazon heeft een naam. Die gaan we een aantal keren roepen en die triggert meteen ook dit soort apparaten. Dus heb je zo'n apparaat thuis staan, zet hem even op mute. Want doe je koptelefoontje in inderdaad, want we kunnen niet er doorheen komen zonder dat we misschien een paar keer dat woord zeggen. Nee, precies. Want die dienst heet Alexa. En dat is meteen ook het woord waarop deze apparaten reageren. Waar je bij Google, hey en dan de naam Google zegt. Alleen dan aan elkaar vast om het apparaat wakker te maken, is dat hier dus Alexa. Ja. Het is een van de dingen trouwens. Vind ik wel heel erg leuk aan het feit van Amazon dat ze ook wat keuze geven. Ja, je kan in totaal je kan vier woorden kiezen. Naast Alexa kan je dus ook voor Amazon Computer of Echo kiezen. Helaas nog geen Hall of Jarvis of iets dergelijks. Maar toch, zeggen computer voordat je een commando geeft, heeft toch wat meer sci-fi's dan dat je Amazon zegt of zo. Ja, precies. Nou, het kan in ieder geval. Maar wat je al zei, Amazon is hier al een lange tijd mee bezig. Tot nu toe waren de Echo's, dat waren van die torentjes. Die eerste was echt heel erg op in het oog springend apparaat. Een torentje met aan de bovenkant zo'n grote cirkel die dan oplicht op het moment dat je wat zei. En toen kreeg je de dot, dat was eigenlijk de toren, maar dan... Ja, platgeslagen tot een hockeypuck. Nou, inmiddels zijn zowel de Dot, die we hier aan mijn kant hebben staan, dichtst bij mij, als de gewone Echo, dus ronde apparaten geworden. Bij de Dot een kleinere versie is feitelijk van de gewone Echo. Hardwarematig lijken ze heel erg op elkaar. Er zijn wel wat verschillen, zien we hier ook op het scherm staan. Je ziet dat de speakers zijn anders. In de grotere versie, dus in de normale Echo, zitten meer speakers. Hij heeft stereo geluid en ook feitelijk een drieweg systeem. Klinkt daardoor echt een heel stuk beter. Kunnen we het straks nog even over hebben. En wat ook verschilt is dat hij een lijn in- en uitgang heeft. Dus je kan er via 3,5 mm zowel externe speakers op aansluiten als ook een invoerbron. Dus mocht je die aansluiting nog hebben op je telefoon of je met je dongle niet kwijtgeraakt, dan kun je die gewoon bedraad aansluiten? Ja, als je dat bedraad zou willen. Bedoel, dat kan uiteraard ook draadloos met dit apparaat. Nou, wat je voor de rest ziet bij de draadloze verbindingsmogelijkheden, staat Zigbee erbij bij de gewone versie wat bij de Dot niet erbij staat. Dat betekent dat de Echo, de grote, de vierde generatie als die hier staat, die heeft ook gewoon een Zigbee basisstation aan boord waarmee je dus... Zigbee home automation apparatuur. Dus bijvoorbeeld Philips Hue lampen of IKEA Tradfree, waar je normaal zo'n base station voor nodig hebt, zo'n hub. Die kun je er dus uithalen als je zou willen en dan kun je het rechtstreeks koppelen. Ja, precies. Je hebt niet meer zo'n basisstation nodig van een derde, omdat het hier feitelijk ingebouwd is. Ja, nou, we komen zo meteen uitgebreid terug op het slimme deel, want het zijn slimme speakers, maar het zijn natuurlijk vooral ook speakers. Het is natuurlijk heel makkelijk om meteen de vergelijking met Google te maken, want die heeft dat tegenwoordig, wat was Google Home, nu is dat de Nest Audio line-up. Die heeft ook een kleintje en een grote. Die hebben dan de Nest Mini en de Nest Audio. Hoe verhouden deze zich daartoe als het gewoon echt gaat om de speakerkwaliteit? Ja, de Echo Dot klinkt duidelijk beter dan de Nest Mini of de Google Home Mini van vroeger. Is geen geweldige speaker, moet ik meteen bijzetten. Hij is ook wel duurder, want hij kost €60, terwijl die Nest Mini is over het algemeen toch echt wel voor iets minder te krijgen. De Echo versie 4, zoals die hier staat, ja, die lijkt qua geluidskwaliteit heel erg op de nieuwe Nest Audio van Google, die we vorig jaar ook in video hebben besproken. Klinkt echt heel prettig. Wat hier ook in zit is zo'n slim systeem, in dit geval van Dolby, waarbij die luistert naar hoe zijn eigen geluid in de ruimte klinkt. Hè. Zet je een speaker in de hoek, krijg je vaak wat boemerige bas. Dat pakt hij dan zelf op en dan past hij zijn equalizing op aan. Dus past hij zijn toonweergave op aan. En dat werkt vrij goed. Hè. Verwacht uiteraard geen super hi-fi, maar het is gewoon een prettig klinkende speaker om muziek op te luisteren. Dus dat kan prima. Ja, nou, als we open zouden breken, zie ik daar een soort doorsneeplaatje. Dan vinden we dus speakers. Maar ook heel veel microfoons in dit soort apparaten natuurlijk. Het zijn slimme speakers waar je tegen kan praten. Hoe goed zijn die eigenlijk? Ik bedoel, het hele idee van die dingen is dat je vaak, terwijl de muziek draait of achtergrondgeluid op, dat die alsnog oppikt wat je zegt. Ja, en dat gaat heel goed. Er zitten er vier in bij beide. Farfield microfoons is inderdaad van een heel eind weg, werkt dat goed. Ik was ook hier op kantoor bezig om nog wat dingen te configureren. Op mijn telefoon was ik helemaal naar de andere kant van onze grote ruimte gelopen om te zorgen dat hij de audio uit de microfoon van mijn telefoon gebruikte en niet van de twee apparaten die elders in de ruimte stonden. En dan pakte ze het alsnog op. Dus en dan heb je het echt over 10 meter ruim dat ik weg was bij het apparaat. En als je dat moet vergelijken met hoe de speakers van Google doen, is dat vergelijkbaar? Is dat beter? Ja, bij Google verschilt het een beetje. De oude Google Home was redelijk. De nieuwe Mini en ook de Nest Mini zijn echt heel goed. En ook de nieuwe Nest Audio, die is ook gewoon heel erg goed. Ik bedoel, ik heb ze niet naast elkaar vergeleken hier head-to-head, maar...
pakken van het weekwoord gaat heel erg goed. En wat Amazon ook zegt bij deze nieuwe generatie is, er zit een nieuwe chip in met neural processing, zoals ze dat dan noemen. Die met name zorgt dat weekwoord beter herkend wordt en dat daar minder fout op zit en dat het ook sneller gaat. Lastig te zeggen, maar het werkt wel. En hij werkt ook echt snel. Als je het vergelijkt met de Google Home, over het algemeen krijg je antwoorden van de Amazon speakers wat sneller. En als ik dan hier nog muziek op wil luisteren, ik neem aan dat ik gewoon alle gangbare draadloze streaming services hier gewoon op kan koppelen. Ja, nou Spotify in ieder geval wel, dat werkt perfect. Die integratie is heel goed. Voor de rest hangt het een beetje af van welke dienst het is. Vooralsnog werkt de Apple Music nog niet perfect binnen het Nederlandse domein. Dus ja, maar Spotify, wat met afstand de meest gebruikte dienst is, dat werkt probleemloos. Ja, nou je zei al net iets wat... Wat niet helemaal werkte, laten we daar dan misschien even op focussen. Want aan de ene kant zeggen ze, hiermee introduceren wij deze hardware in Nederland. Ja. Maar er is gewoon heel veel wat niet werkt. Nou, en het is ook wel geïntroduceerd in Nederland. Maar dat betekent niet dat hij Nederlands spreekt of Nederlands verstaat. Je moet er in het Engels tegen spreken. Je moet je app en je apparaat ook op Brits-Engels instellen om het optimaal te laten werken in Nederland. Dus ja, dat is toch echt wel een nadeel ten opzichte van de Google-dienst, waar je tegenwoordig gewoon makkelijk in het Nederlands tegen kan spreken en die ook Nederlands terugpraat. Er zijn ook dingen die gewoon niet werken. De Amazon speakers staan er in het buitenland onbekend dat je ook echt makkelijk via Amazon direct dingen kan kopen. Bekende, ik heb playpapier nodig, bestel het maar. Ja, je roept het gewoon en de volgende dag ligt het op de deurmat. Dat kan gewoon niet in Nederland, wordt niet ondersteund. En wat ook niet ondersteund wordt, is local search. Dus we zeiden net al van een aantal dingen werken wel. Hij weet wat Nederland is. Als je Nederland vraagt van wie is de premier, dan weet hij, je bent in Nederland, dus je zal Mark Rutte bedoelen. Dat soort dingen weet hij. Als je vraagt, wat is het weer? En je hebt aangegeven dat je in Amsterdam of in Rotterdam woont. Geeft hij het weer voor jouw lokale omstandigheden? Maar vraag je bijvoorbeeld, wat is de dichtstbijzijnde bouwmarkt? Ja, dat weet hij niet. Want die local search functie, zoals Amazon dat noemt, die is gewoon nog niet geïntegreerd voor Nederland. En dat is toch wel een nadeel. Ja, nou, we hebben hier ook wat plaatjes van de app erin staan. Hoe werkt het configureren verder? Ik bedoel, zit het hele ecosysteem eromheen? Werkt dat wel een beetje lekker? Ja, ik vind het fijn werken. Ik bedoel, de Google Home App heeft uiteraard zo zijn eigen voor- en nadelen. Dat geldt ook voor de app van de Echo's. Ik moet zeggen, ik vind het prettig werken. En ook nog iets wat wel in Nederland dus werkt, is de integratie van TuneIn. Dus voor streaming radio. Dat is er nu ook voor Nederlandse kanalen. Die zitten er allemaal in. Alleen nadeeltje daarbij is dan weer dat, ja, je praat dus in het Engels. En als je dan de naam van een Nederlands station probeert voor elkaar te krijgen, dat werkt niet altijd perfect. Als je zegt Play Radio 538, dat werkt prima. Maar als je zegt Play NPO Radio 1, het kan aan mijn Engels uitspraak liggen, maar ik krijg altijd NPR en geen NPO. Dus dat soort kleine dingen. Ja, het zit in de app, het werkt goed. Alleen niet in de combinatie Nederlands-Engels blijft toch gewoon een niet hele makkelijke. En hoe zit het dan met de plugins of de apps, om het zo maar te noemen? Ik bedoel, Google heeft het voor mij over apps. Dus je kunt bepaalde diensten van bedrijven kun je erop installeren, kun je verbinding mee maken. Dat heeft Amazon ook, maar is dat ook dan heel beperkt? Nou, dat heet Skills bij Amazon en die zijn er ook nog heel beperkt voor Nederland. Het is een beetje kip-ei natuurlijk ook. Hè? Tot nu toe was het er niet in Nederland. Je ziet hier eentje staan van NOS Nieuws. Als je nu vraagt aan het begin van de dag van laat me het nieuws horen, dan kan je dus als je die NOS-app geïnstalleerd hebt... In het Engels vraag je dat natuurlijk? Ja je vraagt het niet. Je vraagt naar My Flash Briefing, vraag je feitelijk om. Nou, dan krijg je dus wel gewoon in het Nederlands het laatste nieuws van de NOS op dat moment. Dus dat werkt wel. Maar het aantal echt specifiek voor Nederland gemaakte Skills-apps feitelijk dus is gewoon, ja, dat is heel erg klein nog. Ja, nou, aan de andere kant, ik ken ook heel veel mensen die een Google Home speaker hebben, niet de hele dag tegen dat ding aan praten om allemaal feitjes te horen, maar hem eigenlijk gebruiken ook gewoon een beetje om je huis mee aan te sturen. Ja. Dus je timer zetten, maar ook je lampen in- en uitschakelen. Nou, je zei net al eventjes, er zit een Zigbee chip in, dus je kunt bepaalde producten rechtstreeks koppelen. Maar je hebt ook vaak, je kan je smart home hub daaraan aanhangen. Hoe werkt dat? Dat werkt prima. En wat je al zei, dat Zigbee, dat werkt dus. Dat hebben wij geprobeerd met Philips Hue-lampen. Dat werkt perfect. Wat er ook in zit is Bluetooth en BLE, dus Bluetooth Low Energy. En daarmee kan je dus ook apparaten die daarvan gebruik maken, bijvoorbeeld sommige smartlampen die via Bluetooth werken, kan je direct met de Amazon Echo-apparaten koppelen. Dat kan dus ook met de kleine, waar geen Zigbee in zit, kan je dus wel Bluetooth-apparaten direct koppelen. En als ik een Philips Hue-lampensysteem heb, ik wil die hub wel gebruiken, kan ik ook natuurlijk via die hub gaan babbelen. Ja, want dan maak je dus gewoon gebruik van de Philips Hue skill. Dus dan gaat dat via de skill van Philips Hue koppel je het aan elkaar. Dus dat kan inderdaad allebei. En het installeren van dat soort skills en het aan elkaar koppelen van diensten, dat werkt heel erg goed. En wil je exotische dingen, dan zit ook If This Then That integratie er bijvoorbeeld in. Dus via een omweg is eigenlijk bijna alles er wel aan te koppelen. En dan moet ik zeggen, het aanmaken van bijvoorbeeld routines, dat werkt natuurlijk ook in Google Home, maar het gaat hier ook gewoon heel erg makkelijk. En
Wat je bijvoorbeeld ook bij Amazon makkelijker kan dan bij Google, is bijvoorbeeld pauzes inpassen in de routine. Als je dat bij Google wil, dan moet je een handmatig zelf een spraakcommando intypen waar je een pauze in inlast. Maar je kan bijvoorbeeld zeggen, op het moment dat je naar bed gaat, ik wil gewoon vanaf het moment dat ik dat commando geef, wil ik dat eerst het weerbericht voor morgen wordt afgespeeld. Dan wil ik wat rustige muziek en pas 10 minuten later wil ik dat het licht daadwerkelijk uitgaat. Dat is bij Amazon makkelijker te maken als routine dan wat het bij Google kan. Ja, maar in beide gevallen, of je nou thuis een Google speaker hebt of dit ding, je praat tegen een hele grote techgigant die heel veel van je wil weten. Ja. En er vast ook wel een centje aan wil verdienen. Hoe gaan zij om met privacy? Zeggen ze daar iets over hoe ze data verwerken, wat je met je data kan? Ja, ze zeggen er zeker over. Ze zijn er wat mij betreft zelfs wat opener in. Je krijgt het wat makkelijker in de app ook te zien wat er met je data gedaan wordt. Je kan vrij makkelijk je voice search history bijvoorbeeld zien. En ook commando's daaruit weghalen. Als je bijvoorbeeld iets hebt gezegd wat je achteraf niet zo pertinent vond dat je dat hebt gevraagd, kan je dat dus makkelijk verwijderen. Kan bij Google ook, alleen bij Google zit het allemaal wat dieper verstopt. En Amazon legt ook duidelijk gewoon op hun website en ook in eerste instantie in de app als je die opstart in gewone mensentaal uit wat ze met je data doen en wat er wel en niet naar de cloud gestuurd wordt. Onder de streep komt, behalve het weekwoord, komt alles in de cloud terecht. Ga daar gewoon vanuit. Alles wordt in de cloud verwerkt. En dat zie je dus ook gewoon netjes in je historie staan. Wil je dat niet? Ja, dan is dit ook geen product voor jou. Vind je dat niet zo'n bezwaar? Dan is de vraag, bij wie wil je het hebben? Wil je het liever bij Google hebben of liever bij Amazon? Feitelijk dus een bedrijf, in het geval van Google, wat die data wil hebben om er advertenties tegen te verkopen aan derde bedrijven. Of bij Amazon, een bedrijf wat in Nederland dan nog niet, maar eigenlijk gewoon direct spullen aan jou wil verkopen via dit apparaat. Ja, dat is een keuze. Ik vind die lastig te maken. Het is, als je heel erg op privacy geënt bent, dan is het een keuze tussen twee kaden en zou je ze waarschijnlijk allebei niet kiezen. Ja, maar als je dus dat niet zozeer hebt en je bent wel echt geïnteresseerd hierin nu, dan als ik jouw verhaal een beetje mag samenvatten, dan hoor ik dat hardware-wise eigenlijk best wel iets goeds hebben neergezet. Zeker. Maar software-wise, je mag het niet echt een Nederlandse introductie noemen, wel? Als je inderdaad gewoon in Amerika woont, is het fantastisch. Dan zou ik zelfs denken dat het misschien nog wel een betere oplossing is dan wat Google biedt. Maar als je gewoon nu voor Nederland kijkt, zeker voor de gemiddelde Nederlander, en voor het feit dat je de Nederlands tegen kan praten, dat je Nederlandse informatie terugkrijgt, dat die weet over jouw Nederlandse winkels in de buurt, tot wanneer die open zijn en dat soort dingen. Ja, dat is toch wel echt een heel groot voordeel, waardoor wat mij betreft de privacy laten we even buiten beschouwing, maar waardoor wat mij betreft de naald wel echt makkelijk doorslaat naar Google vooralsnog. Right, dankjewel. Tot dusver deze review van de nieuwe Echo speakers van Amazon. Vond je dit een leuke review? Geef hem dan een duimpje omhoog. En wil je een notificatie krijgen bij al onze nieuwe video's? Abonneer je dan op ons kanaal. Tot de volgende keer.